Laat ik je vertellen wie ik ben. Dan kunnen we eindelijk verder. Je kijkt naar een schilderij en voelt dat je contouren onvrijwillig zijn. Ik kijk en zeg met achterloze stem die enthousiasme verraadt iets over de Bijbel en of de Grieken. En als je geluk hebt iets over Mohammed, vrede zij met hem. Of Japanse prentkunst en de invloed van Japanse prentkunst op de hedendaagse pornografie. Want daar ben ik ook niet vies van. Een beetje flirten met de grenzen tussen hoog en laag. En jij vindt het grappig, want ik doorspek mijn betoog met ironische terzijdes. Ik ben een fascinerende kerel. Ik maak mij kwaad, authentiek kwaad. Ik ben heerlijk tegen draad, radicaal, belezen, zelfverzekerd, bescheiden als het moet. Ik maak je aan het lachen. Ik blijf een mysterie. Ik ben een dier met koudwatervrees, net als jij. We spelen het menselijk drama, het mysterie, zodat we ons niet kapot vervelen. Zodat we niet nu al te vroeg opgeven. De crisis is heerlijk. De crisis is een mysterie. Het kapitalisme is heerlijk. Deconstructie is heerlijk. Verzet is een mysterie. Blondie, je ligt naast me. Je slaapt. Buiten is het nacht of ochtend. Er is veel verdriet en de tramtijden zijn veranderd. Ruk de wereld uit mijn handen. Ik maak er niks van. Maxime Verhagen heeft geen ziel. Mijn vrienden en ik, wij weten dit en wenden ons af van Maxime Verhagen. Oktober 2011, namiddag, weinig gegeten, telefoon kwijt. Wij gaan naar een expositie aan de rand van Breda, omdat Maxime Verhagen geen ziel heeft. Deze zinloosheid voelt heerlijk, omdat het heerlijk is een eigen tragiek te hebben en daarvan te eten, totdat het holle gevoel in je maag weg is. Dank je. Boven de kringloop van regen en baby's vliegt de roerdomp. De roerdomp heeft niets met dat alles te maken. Met de kringloop van granaten, bananen, offers, slijtage heeft de roerdomp niets te maken. Daar moet duidelijkheid over bestaan. Hij gelooft zelfs niet in kringlopen, de roerdomp. Ieder rad is bedoeld om iemand voor ogen te draaien, zingt hij, wat schor van de kou op die hoogte. En ik sluit af met een lijstgedicht, namelijk een lijst met handelingen waar ik van hou. Op mijn buik liggen. In wasbakken plassen. Uit het raam kijken. Karmeliet drinken. En bij avondval door een woonwijk lopen. Alles in mijn kamer is goed. Ik hoef alleen maar plaats te nemen. Het is een geschikt moment. Maar ik laat het voorbij gaan. Alles is er klaar voor. Maar ik kom niet opdagen. Ziekte en gezondheid, redelijkheid en onredelijkheid houden van elkaar. Aan de hongerkunstenaar denken. Ik plas in de wasbakken van mijn sekspartners, familieleden en vrienden. Ik dineer, rook een joint en praat met burgers.
In de maand april volg ik een stel dat onderweg is naar een vrouw. Ze wachten op het juiste moment om haar een Boeddha-beeld cadeau te doen. Ik ben verliefd op mijn dokter. Ik passeer gebouwen. Het is weer eens wat anders. De persoon Goethe is een beperking van de voorsteden, het naoorlogsgezin. Mijn oversten trekken zich terug, karmeliet in een glas schenken, op een pont onder een regenlucht doorvaren. Ik mis mijn slaapkamer en hoe de stad mij zou bevrijden. Naar de zon kijken die in de lucht verblijft. De aankondiging van de dubbele punt. Een brandtrap afdalen. Bert Schierbeek, die het licht in de bek kijkt. De briefwisselingen van vergeten beeldhouwers horen bij de wereld. Een parkeermeter is deel van een verzameling en hoort bij de wereld. De weekdagen in het Frans opdreunen, de waarheid zien. Binnenwerk, buitenwerk, arbeid en vakantie houden van elkaar en horen bij de wereld. Navels voelen, buiten de deur ontbijten, e-mails wissen. De productie van theorie hoort bij de wereld. De schouder van een non aanraken. Een filmmaker die je bewondert, schaduwen in absolute ruimte die bij de wereld hoort. Door de heuvels van de wereld rijden, de haltes van de wereld zien en stok stijf blijven zitten. Dank u.